Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer roept de burgerij op om geen geld te geven aan mensen die zich voordoen alsof zij grondpapieren kunnen regelen tegen een vergoeding. Er is vooralsnog een persoon aangehouden die onder valse voorwendselen bedragen heeft ontvangen van burgers in ruil voor een kavel. Hij heeft zich bij het uitoefenen van zijn activiteiten steeds op het terrein van het ministerie voorgedaan als personeel van GBB. Minister Dinota Forswijk van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer geeft een statement in verband met mogelijke oplichterspraktijken. Zoals u heeft aangegeven, hebben we eigenlijk vanaf vorig jaar te kampen met, om het zo te zeggen, burgers die zich eigenlijk... Dus burgers die zich voordoen alsof ze werken bij GBB en dan mensen opbellen, zeggen van uw stuk ligt klaar, het is bij de minister, of betaal me dit zo'n bedrag, dan ga ik dan uw stuk voor u snel afhandelen. Sommige mensen hebben zelf betaald. Van de week hebben we 3 gevallen gehad van mensen die daar op onze terrein opgelicht zijn geworden door deze... Kwaadaardige mensen, zo zal ik het maar betitelen. Ze worden gebeld van, meneer X, uw stuk is af, u kunt komen, u moet me dan dit betalen. En kijk, wanneer die mensen zo lang hebben gewacht en misschien ook de gelden daarvoor hebben om te betalen, dan gaan ze betalen en later komen ze tot de ontdekking dat het een oplichterij is. En dit heb ik dan 3 keren van de week al meegemaakt. Dus van hieruit wil ik dan deze mensen dan oproepen om hiermee op te houden. Ook afgelopen maandag hebben we daar op onze terrein eentje betrapt die eigenlijk iemand heeft opgelegd voor 40.000 SRD, bijna weg is gegaan. Maar gelukkig was de persoon zo snel om foto van hem te maken van zijn auto. Toen is hij dan gebeld geworden. Hij is dan teruggekomen. En mijn beveiligingsteam heeft hem dan direct aangehouden, overgedragen aan de recherche. En we hadden al eerder een aanhouding van... een zekere meneer die mensen opbelt. En het is weer zo'n naam dat gebruik is geworden bij deze tweede aanhouding. En vandaag heb ik weer een telefoontje gekregen waarbij de persoon geappt is geworden van uw stuk van Komwijnen is af. U moet een 24.000 betalen, dan kunt u het bij mij komen halen. Dus zo hebben we al zoveel van deze gevallen. Maar van de mensen die al jaren voor mij daar werken, heb ik begrepen dat dit in het verleden heel vaak is gebeurd. Dus we moeten nu echt werk ervan maken en de mensen bewust maken dat als GBB u niet belt om uw stuk zelf te komen halen, laat een derde u niet daarvoor bellen. En niemand moet u onder druk of pressure zetten. Zeg van, als u dat niet doet, dan ga ik uw bereidsverklaring of uw toewijzing scheuren of u krijgt het niet meer. Niemand kan dat doen. Alleen GBB is bevoegd om u een bereidsverklaring of een toewijzing te geven. Neem het niet van derden en rapporteer of bel of kom bij het ministerie langs om uw beklag te doen. Als iemand u heeft benaderd om dat voor u te doen. Of als iemand u heeft benaderd om te betalen om uw beschikking of uw bereidsverklaring te nemen. Tot slot zou ik alleen nog willen weten hoe het proces precies verloopt bij het uitreiken van de beschikkingen. Wanneer een persoon een aanvraag heeft gedaan, handelen we dat af. U wordt dan gebeld door domeinkantoor, afdeling expeditie. U komt naar het domein met uw bescheiden, misschien met uw rijbewijs of uw ID-kaart. U gaat het dan overhandigen aan de dames en dan krijgt u het op zo'n manier. Hetzelfde ook met uw toewijzing beschikking. Dus het is niet daarbuiten, maar in domeinkantoor, afdeling expeditie. Alleen zij bellen u op om uw beschikking op te halen. Geen enkele andere afdeling. Is het ook zo dat ze gecontact worden door diverse mediaplatformen of social mediaplatformen? Kijk, hoe we nu de uitreiking bijvoorbeeld hadden in Komwijnen met heel veel mensen. Wat we vandaag hebben gedaan, is dat we dan de namen gaan publiceren via social media en zo, zodat de mensen zelf kunnen komen. Wat ik heb begrepen, zijn de meeste mensen van Komwijnen zelf automatisch vandaag gekomen. We gaan het als ook nog publiceren. Volgens mij is het ook al gepubliceerd. Zeg van, misschien als u niet gebeld bent geworden, maar u ziet uw naam, dan moet u dan langslopen bij domeinkantoor aan de Prins Hendrikstraat om u dan uw bereidsverklaring of uw toewijzing dan op te halen.